In beslag genomen 19 miljoen euro nog niet vrijgegeven. Suriname stuurt protestnota naar de Verenigde Staten van Amerika. En nog een journalist vermoord in Mexico. Goedenavond, dit is het Avondjournaal vandaag op woensdag 30 mei 2018. De 19 miljoen euro die 2 weken geleden is aangehouden door de Nederlandse douane is nog steeds niet vrijgegeven. Het geld dat afkomstig is van Surinaamse banken wordt onderzocht op verdenking van witwassen. Lid van de vaste commissie Financiën in DNA, Aziz Kumar Gayadin, is van oordeel dat de controle van de Centrale Bank van Suriname als moederbank veel scherper moet. Wij kijken uit daarnaar. We moeten waakzaam zijn, nogmaals. Asandis Anno, die het bedrijfsleven. Het is niet ver van ons bedshow. Het is die samenleving die dupe van gaat worden als men zich niet houdt aan de regels. We hebben gezien dat Guyana bijvoorbeeld lang gesukkeld heeft met problemen waarbij middelen niet overgemaakt konden worden. Een aantal financiële organisaties en deskundigen hebben ook breedvoerig nagedacht over dit onderwerp. Winston Ramotar Singh van de Vereniging van Economisten pleit er onder andere voor dat samen met buitenlandse instituten gevallen van witwaspraktijken moeten worden onderzocht. Aan de andere kant moeten de bestaande regels op de herkomst van vreemde valuta worden nageleefd. Bijvoorbeeld de wet melding ongebruikelijke transacties, de MOT-wet, die is er en ongebruikelijke transacties worden gemeld. En als men daar iets verdachts in ziet, stelt men een onderzoek in. Maar ik weet dat het afgelopen jaren 13 verdachte gevallen waren, ze hebben allemaal onderzocht en geen van ze was strafbaar. Dus waarschijnlijk zijn we te mild, waarschijnlijk moeten we toch iets scherper gaan letten hierop. DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons gaf als reactie dat het parlement de nodige wetgeving over de controle op herkomst van vreemde valuta al heeft aangenomen. De wet ongebruikelijke transacties is daar een voorbeeld van. Simon zegt het verder onderzoek van de Nederlandse autoriteiten hierover af te wachten. Zoals u heeft gevolgd, hebben we in de achter ons liggende jaren op verschillende momenten regelgeving gemaakt. Dus er is regelgeving, er is identificatieplicht, er is al vrij oude regelgeving die we ook hebben aangepast weer, wet MOT. Dus er is wel regelgeving. Ik denk dat tot op dit moment, vanuit het parlement in elk geval, er regelgeving is. Natuurlijk moeten bepaalde zaken geïmplementeerd worden en geïmplementeerd zijn. En wij kijken ook als parlement naar de kwestie en zullen dan afhankelijk van de informatie die vrijkomt kunnen beoordelen hoe het daarmee precies is gegaan. Stichting Ontwikkeling Wintiwai en Omgeving Stiwewa heeft vandaag haar nieuw 5-jarig beleidsplan overhandigd aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. Stiwewa is een buurtvereniging die al 40 jaar actief is in de omgeving Wintiwai en het Belfima-project. De organisatie heeft volgens voorzitter Robbie Berghout een brede kijk op de wijze waarop ontwikkeling in de directe woonomgeving van burgers wordt gebracht. Het beleidsplan dat vandaag werd overhandigd is tot stand gekomen door onderzoek in de verschillende buurten van Paramaribo-Zuid. Volgens de organisatie hebben 2500 personen meegewerkt aan het onderzoek om te komen tot het beleidsplan. Het gaat om criminaliteit. Het gaat om werkloosheid. Het gaat om wateroverlast, tokotokopassie, straatverlichting. Het gaat om gebrek aan recreatieve en sportaccommodaties. Ga zo maar door. Dat zijn de dingen die erin staan en die we willen aanpakken. Het gaat om slechte schoolprestaties. Het gaat om een mentaliteit van de jongeren die in positieve zin beïnvloed moeten worden. Het is een reeks van problemen die wel hebben we gezien dat de problemen met name 2 groepen raken. En die groepen zijn wat we noemen de prioritaire beleidsgroepen. Dat is 1, de jongeren. De meeste problemen slaat op hun terug. Het gaat ook om de vrouwen. Want bijvoorbeeld, je mag weten dat in de, laat me concreet aangeven, in de omgeving Evramzege, daar heb je een werkloosheidspercentage van bijna 40%, dat is heel hoog. Maar lof de omgeving zijn tandrapen, naap roken.
Dat is heel lastig. Nou, dat moeten we gaan aanpakken. Het is niet de eerste keer dat deze buurtorganisatie samenwerkt met de voorzitter van DNA. In 2016 heeft de vereniging Parlementariërs voor Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren een bedrag van 20.000 SRD geschonken aan Stibewa. Het ingediende plan zal volgens Jennifer Simons morgen als ingekomen stuk worden behandeld in DNA. Morgen hebben we de vergadering, dus het komt net op tijd, zodat het onderwerp kan zijn van de bespreking. En dan besluiten we op welke wijze we het werk ondersteunen, want we ondersteunen vrij structureel het werk van Stiwewa. Het is een stuk van de burger, in dit geval Stiwewa is een vereniging en dan is het ook een burger. En een stichting. En alles wat binnenkomt van de burgers, wat bestemd is voor de Nationale Assemblee, die wordt geboekt. En wanneer de ingekomen stukken er zijn, dan krijgen de leden dat ook te zien. Dat het er is. Dat is alles. De leden kunnen er dan eventueel op ingaan. Maar er is geen, het is niet zo dat het dan onderdeel wordt van het werk van de regering. Verschillende jeugd- en sportorganisaties ondersteunen het ministerie van Sport en Jeugdzaken in het nastreven van haar beleidsdoelen. Een van die doelen is het waarborgen van kwalitatieve sportactiviteiten waaraan vooral jeugdigen kunnen meedoen. Ter ondersteuning van het werk van deze organisaties heeft dit ministerie aan 28 verenigingen uit verschillende districten sportmateriaal aangeboden. Nalini Gopal, minister van dit ministerie, zegt het volgende hierover. Ik wil dan zeggen, jullie hebben een belangrijke rol in die samenleving. We willen u middels het overhandigen van dit sportmateriaal aanmoedigen om door te gaan met het goed werk waarmee u bezig bent. En als ministerie van Sport en Jeugdzaken zal ik me blijven inzetten om een bijdrage te leveren om sport en spel te stimuleren als instrument van een gezond leven. Maar ook om talent optimaal de gelegenheid te geven zich naar wereldtop te ontwikkelen. En dat moeten we samen doen. Daarom bent u vandaag ook hier. Gopal kon het niet nalaten de topprestatie van Renzo Chanayu te noemen bij de overhandiging van het sportmateriaal. Ik wil gelijk beginnen u allen te feliciteren met het succes van Renzo Chanayu. Hij heeft vandaag de eerste gouden medaille voor ons binnengehaald op de Zuid-Amerikaanse Spelen in Bolivia. En hij verdient de applaus. Behalve talent en ontwikkeling binnen de sport, hecht Nalini ook veel waarde aan de bijdrage van sport binnen een gezonde samenleving. Met goede aanpak van sportactiviteiten bij de jeugd worden gezondheidsproblemen bij jongeren geminimaliseerd. U kent het probleem van obesitas, overgewicht, bloeddruk en alle andere niet overdraagbare ziektes. Slaan we de nationale en internationale rapporten open, dan zien we dat dit allemaal snel groeiende problemen zijn. Niet alleen onder de ouderen, maar ook onder de jongeren. En dat is dus waarop wij moeten inspelen. De regering van Suriname heeft een protestnota doen uitgaan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika. Dit als reactie op de publicatie van het landenrapport uitgegeven in maart van dit jaar inzake International Narcotics Control Strategy, waarbij een negatief beeld wordt geschetst over Suriname. De Verenigde Staten van Amerika wordt gewezen op de hantering van onjuiste feiten en rapportage met misleidende analyses en data uit voormeld rapport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika wordt eveneens geattendeerd op de inspanningen die de betrokken instanties en autoriteiten van Suriname op het gebied van drugsbestrijding hebben gepleegd en de successen die op dit gebied zijn geboekt. Suriname zal verdere stappen blijven ondernemen ter versterking van het drugsbestrijdingsbeleid en blijft gecommitteerd aan de samenwerking met de betrokken internationale instanties en autoriteiten om de drugshandel en drugsgerelateerde criminaliteit te bestrijden. De Surinaamse cultuur blijft prijzen in de wacht slepen. Afgelopen zondag won Christine van Russel Henaar tijdens de tweede Cotomissie Grand Gala 2018 voor de eerste keer de Nax.nl Award.
De award is ter waardering van personen en of instellingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud en verdere educatie en ontwikkeling van het Afro-Surinaams cultuur erfgoed. Het kostuum dat Christine van Russel Henaar presenteerde, dateerde van 1889. Aan de Prinsessenstraat staat het Cotto Museum sinds 2009. In het museum wordt de geschiedenis van zowel de Cotto, Creools klederdracht, als de Anissa hoofddoek uitgebeeld. Christine heeft in 2008 het boek Anissa Tori, de geheime taal van de Surinaamse hoofddoeken, uitgebracht. De Cotto-missie Grand Gala 2018 is een activiteit georganiseerd door Stichting Naks Nederland. Tijdens het gala wordt vooral aandacht besteed aan de Cotto. Verschillende Cotto-ontwerpers konden hun nieuwste creaties tonen. Er bestaan Cotto's voor verschillende gelegenheden. De verjaardagscotto, werkcotto, rouwcotto, trouwcotto enzovoort. De Cotto-missie Grand Gala 2018 is een grote culturele manifestatie in Rotterdam. Tot zover het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Een fijne avond.